Dit zijn twee OLED displays. Ik heb ze aangesloten op een Arduino Uno. En deze displays worden aangestuurd via de I2C-bus of de I2C-bus of de IIC-bus. Dat wil dus zeggen, dat is een bussysteem. En dan heb je slechts twee verbindingen nodig, twee dataverbindingen. Of eigenlijk een klokverbinding en een dataverbinding. Om die displays aan te sturen. En je zou op dezelfde bus nog meer sensoren of nog meer displays kunnen aansluiten. En nog steeds heb je dan maar twee verbindingen nodig. Dit is voeding en dit is data. Ik heb hier een schematische weergave van de I2C-bus. Die groene, dat is mijn kloksignaal. En die paarse, dat is de data. En alle devices, zoals deze temperatuursensor en dit display, al die devices zitten aangesloten op dezelfde lijnen. Dus ze luisteren allemaal op dezelfde bus. Maar ze hebben ook allemaal een eigen adres. Dus ze weten dat ze alleen moeten reageren als ze aangesproken worden op hun eigen adres. In dit geval hier is dus de microcontroller hier, dat is de busmaster. Dat is de baas van de bus en die bepaalt wie die aanspreekt en hij bepaalt ook wie er iets terug mag zeggen. Want die devices mogen alleen terugpraten als er om gevraagd wordt. Dus ze gaan niet zelfstandig iets op de bus roepen. Het grote voordeel is dus, ook als je een heleboel van die sensoren aansluit hier achteraan, dat je toch maar nog steeds twee draadjes of twee verbindingen nodig hebt op je microcontroller. Laten we eerst maar even één display aansluiten. Nou, deze displays hebben vier aansluitingen. Ground, voedingsspanning, en dan SCL, dat betekent klok, en SDA, dat betekent data. Het is serial klok en serial data. Nou, die ground en die VCC die gaan natuurlijk gewoon naar de 0 en 5 volt. En die SCL en SDA die gaan naar de SCL en SDA verbindingen van de Arduino. Bij sommige Arduino's heb je hier aan het eind, zoals bij deze ook, twee extra aansluitingen. En dat zijn juist die klok- en data-aansluitingen. En bij sommige ontbreken die ook. Dan heb je hier gewoon pootje 13, ground en RF en dan is het klaar. Maar als die ontbreken, het enige wat het is, deze twee, die zijn rechtstreeks verbonden met deze. Met A4 en A5. A4 is namelijk de serial data en A5 is de serial klok. Dus daar kan je ze gewoon vandaan pakken. Nou, die sluit je gewoon aan. Op een I2C-bus moet een pull-up resistor zitten op allebei de lijnen. En bij 5 volt gebruik je dan meestal 4,7K als pull-up. Dat zijn deze niet, maar dat maakt niet zo heel veel uit. En om dit te kunnen laten werken, moeten we een aantal libraries downloaden. De technische naam van deze displays is SSD1306. Dus als je zoekt naar een library voor deze displays, dan zoek je naar een library voor SSD1306. Nou, ik heb dus gezocht op GitHub hier, GitHub, naar Adafruit en SSD1306. En dan vind je dus inderdaad deze library. En die gaan we downloaden. Dus dan druk je hier op download zip. Save. Klaar. In deze library zit een dependency. Hij maakt namelijk gebruik van een andere library van Adafruit. En dat is de GFX library. Dus dan moet je nog een keertje zoeken op GitHub, Adafruit, GFX. En dan vind je deze library. En die doen we ook downloaden. Save. Waarschijnlijk weet je wel hoe je libraries moet toevoegen aan Arduino. Het kan op verschillende plaatsen. Ik doe het altijd in het sketchbook. Dus ik heb gewoon die zipfiles unzipped in deze directory. Dus als ik nu de Arduino IDE opnieuw opstart, dan zijn die libraries beschikbaar. Dus dat gaan we doen. Nou, dan heb ik nu dus bij, even kijken, examples. Hier is die Adafruit SSD1306 en ik heb dus een display 128x64 op de I2C-bus. Kijk, dat is hem. Dus hij ondersteunt nog meer displaytjes, maar dit is degene die wij hebben. Hopla. Nu
Is er één ding die je moet veranderen waarschijnlijk, als je tenminste hetzelfde display als ik heb gekocht. Dat is het volgende. Kijk, hier in het standaard voorbeeld gewoon, hè, heb je een display begin. Hier wordt dus de display geïnitialiseerd. En ze roepen hem aan op adres 3D. Achter op het display zit een selectie voor het adres. Kijk, daar zit hij. Het is eigenlijk een soort jumper. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar op de linkse positie, dus op positie 0, zit een componentje gesoldeerd. Dat is gewoon een weerstandje van 0 ohm. Gewoon een draadverbinding dus. En die heeft dus bepaald dat dit adres 0 is. Je kan hem los solderen en dan kan je hem op de andere kant zetten. Of gewoon een stukje draad op de andere kant zetten. En dan heb je dus adres 1. Nou, die displays die Adafruit verkoopt, die hebben dus standaard adres 1. Dus wat wij moeten doen is dit veranderen in C. Kijk, zo. En als ik nu dit ga uploaden. Kijk, daar gaat hij. Dit demoprogrammetje laat eigenlijk zien wat het display allemaal kan, of wat de library allemaal kan. En je ziet dat dit display, het is geen kleurendisplay, het is gewoon een zwart-wit display. Of een, hoe zeg je dat, monochroom display. Maar het bovenste gedeelte heeft gewoon gele pixels en het onderste gedeelte blauwe pixels. En zelfs nog een zwarte lijn tussenin. Je kan ze ook kopen dat ze helemaal één kleur zijn hoor, dat ze allemaal gewoon witte pixels hebben. Maar ik vind deze wel erg mooi, want dan kan je bepaalde functies bovenin doen en andere functies onderin. Maar je ziet al dat het een hele uitgebreide library is. Je kan er echt heel veel mee. Hier heb ik een iets eenvoudiger voorbeeldje gemaakt. Je kan het voorbeeld terugvinden op mijn website. Maar ja, het begint gewoon met de standaard includes. Uiteindelijk hier in setup wordt het display geïnitialiseerd. Dus het display op 3C. En dan zeg je clear display en set color white. Dan in de loop zeg ik clear display set text size 2. Dat is dus kleine tekst. En dan zet ik de cursor naar 0,0. En dan zeg ik print uit display 1. Dan zet ik de cursor iets lager. En ik verander de text size naar 4. Dus lekker grote tekst. En dan zeg ik hello. En dan het commando display display. Dan wordt uiteindelijk pas de data verzonden naar het display. Nou, dan een kleine delay. En dat is de hele loop, het hele programma. Dus dat gaan we uploaden. En dan krijgen we dus dit. Nu wil ik graag twee displays. Kijk, bij mijn tweede display hier heb ik dus een jumpertje gemaakt over de andere kant van het adres. Dus deze zit op adres 1 nu. Nou, die gaan we aansluiten. Hij krijgt gewoon power. En dit is het datasignaal. Zo. En het kloksignaal, dat is gewoon een kopie van de andere display. Nu kijken we even naar de Arduino-code, want nu komt er namelijk een probleem. Ik kan nu dus een tweede display initialiseren. Kopie, zo. En die andere zit dus op D. 3D. Zo. Clear display. Maar nu is er een probleem, want ik kan nu niet aangeven voor welk display deze data bedoeld is. Zie je? Dus dan kan ik wel zeggen, nou, ik kan het zo oplossen. Hè. Kijk, dan zeg je, ik pak de initialisatie en die gooi ik hierin, zo. En dan voor mijn tweede display gooi ik hier de initialisatie, zo. En dan even copy en paste, zo. Display 2. World. Nou, laten we eens kijken wat dit doet. Zo. Uploaden maar. Kijk. Dat werkt wel.
maar door het steeds initialiseren van die displays gaan ze even uit eraan. Dus ja, dat is natuurlijk niet echt een mooie oplossing. Dit is de tweede keer dat ik deze video upload, omdat ik in de eerste versie zelf een softwarematige oplossing had bedacht voor dit probleem. Wat op zich prima werkte, alleen daarvoor moest ik de libraries aanpassen. En het is natuurlijk altijd beter om dat niet te doen. Nou, de echte oplossing, die had ik nog niet gevonden, maar gelukkig wees iemand mij daarop. En daarom laat ik nu zien hoe het echt moet. Ik ben weer even terug naar mijn voorbeeldje met één display. En dan gaan we het nu uitbreiden op de juiste manier. Kijk, hier in de declaratie, hier moeten we al beginnen met een tweede display object. Dus dan maak ik van deze display 1 en van deze display 2. Zo. Dan hier in de setup. Kopieer ik dit ook eventjes. En dan zeggen we hier display 1 begin en display 2 begin. Display 2 op adres D. En dan hier dus de buffer voor display 1 wordt gecleared. En datzelfde doen we natuurlijk ook voor display 2. Zo. En hier display 1 set color white. Display 2 ook. Nou, en in de loop is dit allemaal voor display 1. En voor display 2 maken we hetzelfde eigenlijk. Display 2. En een kleine delay. En dan verander ik nog dit in display 2. En hier world. Nou, uploaden. Kijk, en dat is dus de juiste manier om twee displays aan te sturen. Nu zal ik display 2 nog even wat ander werk geven. Met een for loopje. En uploaden. En dan krijg je dus dit. Nou, dat ziet er een stuk beter uit. En de displays worden echt onafhankelijk van elkaar aangestuurd. En dit is dus de manier waarop het echt hoort. Ik kocht mijn displaytjes bij Banggood. Kijk, hier staat hij, Banggood. Dit zijn de order details. En hier staat hij, twee stuks voor €9,15. Maar helaas is die niet meer te kopen bij Banggood. Bij Deal Extreme, dx.com, zijn ze nog wel te koop. Kijk, Arduino OLED i2C. Dit zijn zo te zien hele blauwe en hele witte. En dit is een 1,3 inch versie. En die is denk ik hetzelfde. En anders is natuurlijk nog eBay. Ook veel van die Chinese verkopers op eBay, die verkopen ze gewoon. Dus hier weer de I2C versies. En dit zijn wel die geel van boven en blauw van onderen. Hier hele witte. Dus er is nog keus genoeg. Nou, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.